mee aan dit evenement vandaag, omdat ik wil heel graag zingen voor mijn tante. Mijn tante is van de week, afgelopen maandag is ze overleden aan longkanker. En ja, toen die vraag werd gesteld van voor wie zing je zaterdag, kon ik alleen maar aan haar denken eigenlijk. Ja, het is gewoon heel naar dat het nodig is. Dat ja, zoveel mensen in Nederland en de rest van de wereld natuurlijk gewoon zoveel te kampen hebben met hun longen inderdaad. En vaak luchttekort komen. Een van die meer dan 1 miljoen longpatiënten in ons land is Karin uit Nuenen. Ja, je bent gewoon altijd bezig met je adem. Alles kost gewoon energie. De hond uitlaten, een boodschappentas dragen, de trap op. Alles kost gewoon energie. Je zou dan misschien denken dat het zingen voor de patiënten doodvermoeiend is, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Door dat zingen krijg ik heel erg veel energie. En ik doe dan ook oefeningen. Voordat wij gaan zingen, ik zing in Popcorn Prestige Eindhoven. Dus ja, daar ben ik gewoon heel erg mee bezig altijd. Eigenlijk is het voor jou een stok achter de deur om weer goed te blijven ademen. Ja. Plezier en verdriet. Het ligt zaterdag in het Klokgebouw dicht bij elkaar. Want hoewel Hiske haar tante verloor aan longkanker, geniet ook zij volop van het zingen. Ja, weet je, met heel veel mooie herinneringen in mijn hoofd sowieso. Ik zing sowieso heel graag. Het werkt therapeutisch. En als je dat met zoveel mensen samen kunt doen, dat is gewoon prachtig.